Ben je ZZP'er en denk je elke keer dat je omzet eigenlijk meer zou moeten worden? Dat je succesvoller zou willen zijn, zou willen groeien als ZZP'er? Kijk dan deze video waarin ik een aantal tips met jou deel die je daarbij kunnen helpen. Laten we meteen beginnen met de eerste tip en dat is het gevaar van uurtje factuurtje. Veel ZZP'ers die werken volgens het model van uurtje factuurtje. En daar zit een groot nadeel aan. Dat is namelijk 40 uur per week is zo'n beetje de max. Ja, je kan er 60 gaan draaien. Maar het heeft een enorme beperking als je alleen maar met uurtje factuurtje werkt. Denk er eens aan of je jouw dienst of jouw product ook kan verpakken in een eenheidsprijs. Concreet, je bent tekstschrijver. Dan kun jij gaan offereren op basis van uurtje factuurtje. Maar je kan ook zeggen, luister, jij wil dat ik een artikel schrijf en daar moet ik er 5 van maken voor jou. Ik reken zoveel per artikel en dat is keer 5 en dan krijg jij van mij die 5 artikelen. Het grote voordeel daarvan is tweeërlei. Aan de ene kant, veel klanten vinden dit heel erg prettig, want die willen zich niet, die willen niet betalen voor uren, die willen betalen voor 5 artikelen die ze van jou krijgen. En ten tweede geeft het jou meer ruimte. Het geeft jou meer ruimte om hogere marges te rekenen. Maar het geeft je ook meer ruimte om daarmee te spelen. Want je kan wel heel gedetailleerd zeggen zoveel per uur en zoveel woordjes. En dat kost dan zoveel. Terwijl wat nou als je de klant enorm blij kan maken met 100 woordjes extra in een artikel. En dat kost jou een uurtje extra werken. Moet je die dan altijd extra factureren aan die klant? Ik denk het niet. Ik denk als jij zegt, ik maak voor jou die 5 artikelen en je maakt die klant daarmee dolblij. De ene keer draai je wat meer marge, de andere keer draai je wat minder marge. Maar waar het om gaat is dat je die klant blij maakt en dat hij de volgende keer als hij weer artikeltjes nodig heeft, dat hij weer bij jou komt. De tweede tip in deze video. Mocht je nou toch met het principe van uurtje factuurtje werken, zorg dan dat je niet te laag begint. Ik weet het, toen ik voor mezelf begon, ik deed internetstrategie long time ago en toen ik mijn eerste adviesklus binnenhaalde, wilde ik die klant super graag hebben en hanteerde ik een super laag uurtarief, waarop die klant uiteraard zei van, yo, kom maar binnen en ga mij maar adviseren. Nou, dat deed ik en die klant was echt dolblij. Maar niet zo blij dat hij na 3 maanden zei, joh, we gaan een vervolgopdracht doen en we gaan je uurtarief met 25% omhoog gooien. Dat zit er niet in. Dus de klant wordt misschien wel heel blij, maar de kans dat je uurtarief omhoog gaat, is niet groot. Dus pas op, zeker als het een klant kan zijn waar je voor langere tijd mee gaat werken, zorg ervoor dat je niet te laag instapt. Want nogmaals, je uurtarief krijg je zelden omhoog. Vind je deze video nou leuk? En ik heb zometeen nog een andere tip voor je. Maar voordat ik die weggeef, vind je deze video leuk? Geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. En mocht je meer willen weten over ondernemerschap en willen leren van andere ondernemers, abonneer je dan op CVD-TV. Dat kun je doen door op de abonneerknop te klikken onder deze video. De derde tip die ik met jullie wil delen is kijk of je kan werken met zogenaamde abonnementen. Oftewel, zorg voor repeterende omzet. Niks is zo onzeker als ZZP'er dat je elke keer weer achter klussen aan moet jagen en elke keer weer nieuwe omzet moet gaan scoren. Hoe fijn is het als jij op een gegeven moment een aantal klanten hebt waarvan je weet hoeveel ze per jaar bij jou gaan doen. Denk aan een personal trainer, die kan zijn uurtarief hanteren, maar die kan ook zeggen, luister, voor een x-bedrag per jaar gaan we dit en dit en dit samen doen. En op die manier sluit iemand een abonnement bij je af en kun jij per jaar of per maand kun je gaan factureren. Een ander voorbeeld is een website bouwen. Die website bouwen is misschien eenmalig en die doe je op productbasis of op uurtariefbasis. Maar daarnaast kun je zeggen van, joh, zullen we een onderhoudsbedrag afspreken? Dan kun jij mij altijd bellen en mailen. Heel veel klanten doen dat dan niet. Maar jij spreekt wel zo'n onderhoudscontract af en jij kan op jaarbasis een bepaald bedrag factureren. 20 klantjes keer een paar €100 is toch een hele leuke inkomstenbron waar je in de meeste gevallen niet zoveel voor hoeft te doen. Dus zorg dat je naast initiële en enkele omzet, zorg dat je repeterende omzet genereert in de vorm van abonnementjes of afspraken per jaar. De vierde tip alweer in deze video en dat is wat ik altijd zeg, eer kleine klanten. En dat heeft te maken uit een ervaring die ik zelf in het verleden heb gehad. Ik had een groot internetbedrijf en we hadden een aantal hele grote klanten. En een van die klanten die deed zo'n 40% van onze omzet.
totdat die klant opzegde. Om zeer moverende reden, niet eens uit ontevredenheid. Maar dat betekende wel in één keer een klap van 40% omzetverlies, die bijna niet meer goed te maken was. Gelukkig hadden we daarnaast heel veel zogenaamde hostingcontracten. Allemaal kleine contracten van heel veel klanten die hun websites bij ons hosten en die wij onderhielden. En dat was eigenlijk onze redding. En ik zie dat ook veel bij ZZP'ers. ZZP'ers die misschien een klein aantal klanten hebben en soms gevaarlijk veel omzet doen bij één klant. 30%, 40%, misschien wel 50% bij één klant. Dan kun je aan de ene kant denken, oh, dat is fijn, want ik heb maar één klant en die doet heel veel van mijn omzet, zolang het goed gaat. Maar mocht die ene klant vertrekken, dan heb je een groot probleem, want dan ben je in één keer een heel groot stuk van je omzet kwijt. Dus eigenlijk ben voorzichtig. Zodra het boven de 30% komt, ben kritisch. En nogmaals, heel veel kleine klanten maken ook een grote klant. Als het gaat om het maken van offertes naar klanten toe, het volgende. Ik zie te veel offertes die veel te gedetailleerd zijn. Een offerte van €3500 of van €2400 met 20 stelposten. Ik word er altijd heel onderzoekend van als ik degene ben aan de andere kant. Want dan ga ik hem lezen en dan ga ik denken, oh, 6 uur voor dit, dat kan volgens mij ook in 3. Oftewel, je krijgt potentieel heel veel gezeur over die offerte. En ten tweede, ik zit daar als klant ook niet op te wachten. Zoals ik ook al zei met het werken met uurtarieven, ik heb veel liever een offerte die zegt, ik ga voor jou dit en dit en dit regelen, dit lever ik op en dat kost jou zoveel. En hoe jij dat dan als ZZP'er regelt en hoeveel uren jij daaraan spendeert en wie je er allemaal voor in moet kopen, dat boeit me niet. Ik wil gewoon de output van jou kopen. En als dat bedrag voor mij redelijk is en marktconform en ik vind dat het waard is, dan betaal ik jou. Want ik ga uit van vertrouwen en ik hoef niet van jou tot op het dubbeltje te weten hoe je je centen gaat verdelen. Dus hou offertes simpel. Zeker als het gaat om wat kleinere bedragen. Ga daar geen avonden voor zitten en compleet specificeren in van allerhand posten. Maar hou het lekker simpel. Ik doe offertes van 10.000, 15.000 euro. Die doe ik per mail, waarin ik een korte omschrijving in een alinea maak. En ik zeg, en dit en dit en dit krijg je ervoor. Dat is inclusief dat en dan dat. En dat kost €15.000. En dan zeggen klanten, grote klanten, die zeggen, dat is prima. En daar doe ik het voor. Want weet je wat het is? Hoe uitgebreider de offerte, hoe meer discussie je erover kan krijgen. En voordat ik nou de volgende tip met je deel, mocht je nou zelf een tip hebben, deel die dan in de reacties onder deze video, zodat we daar weer andere ondernemers mee kunnen helpen. Absoluut superbelangrijk als je het nog niet gedaan hebt, maar om te gaan doen als jij als ZZP'er aan de slag wil of je als ondernemer in de toekomst wil gaan groeien, dat is netwerken. Een netwerk is van cruciale waarde voor het succes van ondernemers. Ik haal 100% van mijn handel uit mijn netwerk. Ik maak geen reclame. Ik ben aan de ene kant als dagvoorzitter en host actief. Daarnaast heb ik mijn YouTube kanaal 7DTV, waar ik videoportretten maak van ondernemers. Dat zijn mijn twee inkomstenmodellen. En al die handel die komt binnen via mijn social media kanalen en via mijn netwerk. Twee belangrijke aspecten als het gaat om netwerken, en met name online netwerken, want dat is natuurlijk super waardevol om dat te doen. 1. Het is een kwestie van geven en nemen. Dus zorg dat je niet alleen maar neemt. Zorg niet dat je alleen maar commerciële berichten je netwerk injast van, hey, wil je mij, dit kan ik en je moet mijn spullen kopen. Zorg dat jij ook inhoudelijk dingen weggeeft en dingen van waarde geeft, waardoor de handel je de andere kant op ook gegund wordt. En ten tweede, als het gaat om netwerken, doe dat actief. Ik spreek nog steeds mensen, en dat mag hoor, er is geen goed of fout hierin, maar ik geef mijn mening. En die zeggen, joh, als het gaat om LinkedIn, dan connect ik alleen maar met mensen die ik echt vanuit de echte wereld gewoon ken. Dan denk je, ja, dat is leuk, prima, maar je beperkt je commercieel enorm. Stel dat jouw doelgroep boekhouders zijn, ik verzin maar een dwarsstraat, dan is het voor jou super relevant om boekhouders te gaan volgen op LinkedIn. Want hoe groter jouw netwerk van boekhouders is op LinkedIn, hoe relevanter jouw bereik wordt. Oftewel, als jij dan op een gegeven moment op LinkedIn een posting of een artikeltje schrijft over een bepaald onderwerp wat interessant is voor jouw doelgroep, lees boekhouders, dan is jouw bereik onder die boekhouders is groter. Ik zie mezelf wat dat betreft veel meer als een uitgever. En wat is er van belang voor een uitgever? Bereik. Je bent niet voor niks deze video aan het kijken. Dus of je bent al ZZP'er of je wil het worden. En dat betekent dat je stikt van de ideeën. Iedereen die ondernemend is, die heeft heel veel ideeën. Praat daar vaak ook heel veel over. Nou, ik kan je één ding vertellen. Sorry voor teleurstelling. Maar ideeën, daar heb je geen reet aan. Ik kan me nog herinneren dat ooit had ik een heel groot internetbureau. Al een man of 80.
En het bewijs, ik heb een paar getuigen, die kunnen dit bewijzen. We waren borrelen en ik zei, op een gegeven moment, iedereen die begon digitale camera's te krijgen en zo. En ik zei, weet je wat we zouden moeten doen? We hadden een internetbedrijf, hè? Wij bouwden websites. En op een gegeven moment zei ik, joh, weet je wat we zouden moeten doen? We zouden een website moeten bouwen waar dan, zeg maar, iedereen die gaat nu filmpjes maken, digitaal. Als we nou zo'n website bouwen waar iedereen die filmpjes met elkaar kan delen. Zou dat nou niet een super gaaf businessmodel zijn? Nou, we dronken nog een paar biertjes en het idee vervloog. En een paar jaar later, tada, was daar YouTube. Oftewel, een idee alleen, daar heb je helemaal geen reet aan. Kom in actie. Ideeën zijn er om te realiseren. Dus test ideeën uit door dingen te gaan doen. Want alleen door dingen te doen, oftewel door te ondernemen, alleen dan kom jij stappen verder. Een tip die te maken heeft met een stukje marketing en communicatie is de volgende. En dat is dat je propositie niet hetzelfde hoeft te zijn als wat je allemaal doet. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel ZZP'ers die vraag ik wel eens van, oké, wat doe jij dan? En zeg ik, nou ja, ik doe dit en ik doe ook dat en doe dat en doe dat en doe dat en ik doe dat. Je propositie wordt daardoor heel vaag. Als jij moet pitchen voor klanten, dan moet je eigenlijk in één zin kunnen vertellen wat je doet. Maar dat hoeft niet tegelijk hetzelfde te zijn als waar je je geld mee verdient. Concreet, ik had ooit een groot internetbedrijf en onze propositie was, wij doen advies en creatie op het gebied van e-business. Oftewel, wij bedienden grote klanten, A-merken, en wij deden daar strategisch advies voor op het gebied van internet en wij realiseerden complexe grote websites voor ze. Dat was een hele duidelijke propositie waarbij we prachtige klanten aantrokken. Tegelijkertijd werkten wij voor heel veel MKB-bedrijven en daar deden wij de hosting voor. We hadden toch onze hele hostingplatform hadden we ingericht voor die grote klanten. En voor heel veel kleinere MKB-klanten was dat heel interessant om hun websites te hosten. We hadden daar onderhoudscontractjes voor en daar verdienden we gewoon lekker veel geld mee. Zeker toen op een gegeven moment er een crisis voorbij kon jagen en al die grote opdrachtgevers die trokken hun keutel in. Toen hadden we heel veel kleinere klanten die gewoon heel veel hostingcontractjes bij ons hadden. Maar dat zetten we niet in onze propositie, want dan wordt je propositie warrig. Wij zijn een state-of-the-art internetbureau. We doen strategie, creatie, maar we hosten ook websites van MKB'ers en we doen ook dit en we doen ook dat. Dat is niet helder. Dus zorg dat je die, geef je ook ruimte, hè, om veel meer dingen te doen. Maar zorg dat je naar buiten toe een hele heldere, eenvoudige, rechtlijnige propositie hebt. Alle ondernemers en iedereen die zit te kijken waarschijnlijk ook, en ook jij waarschijnlijk, die kenmerken zich door een hoge mate van ongeduldigheid. En liever alles vandaag dan morgen. En deze tip die gaat over tijd. Sommige dingen die kosten gewoon tijd. Ervaring moet je opdoen. Wat is het? Ik geloof dat er een regel is, als je 10.000 of 15.000 uur hebt gemaakt, dan ben je ergens expert in. Die moet je wel eerst maken en dat kost gewoon tijd. Een netwerk opbouwen, een waardevol zakelijk netwerk opbouwen, kost gewoon tijd. Een naam in de markt opbouwen. Ik ben inmiddels als dagvoorzitter voor Ondernemend Nederland. Daar heb ik een redelijk goede naam opgebouwd en veel mensen die kennen mij inmiddels. Daardoor word ik ook heel vaak geboekt. Betekent ook dat ik mijn werk gewoon tering goed moet blijven doen, want anders is die naam ook zo weer weg. Maar het opbouwen van die naam heeft gewoon tijd gekost. Ik heb gewoon heel veel jaren, 100 keer per jaar op een podium gestaan en daarmee heb ik een naam opgebouwd die ik nu heb. CVD-TV run ik al 6 jaar. Dus op een gegeven moment bouw je een naam op, maar dat kost tijd. Dus voor iedereen die nu zit te kijken en die gewoon waanzinnig ongeduldig is, dat is heel goed. Hou vast en blijf eager en blijf ongeduldig en blijf drammen en blijf gaan met die banaan. Maar realiseer je ook dat sommige dingen, die kosten gewoon fysiek tijd. Dus nu en dan ook een keer rustig ademhalen en morgen weer een dag. Ik hoop dat deze tips je een beetje hebben kunnen helpen. En wil je meer inspiratie en meer lessen en je meer verdiepen in ondernemerschap, kijk dan alsjeblieft op mijn YouTube-kanaal 7DTV. Daar staan honderden video's op met gesprekken met ondernemers, hoe zij aan het ondernemen zijn en wat zij allemaal geleerd hebben. Neem vooral een abonnement ook daarop. Kost je niks. Abonneer je op 7DTV of op de podcast. En voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!